Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we een leuk proefje doen. Ik ga nog niet zeggen wat. Maar ja, oh ja, let niet op de rommel hier. Het is hier een beetje rommelig. Dit is nog een duct tape experiment. Check die vlog ook even. Maar ja, daar gaat het niet om. Tot zo. Gaan werken met chemische spullen, dus veiligheid gaat boven alles, plastic handschoentjes en een schort en natuurlijk een bril. Nou, waarmee we gaan werken, waterperoxide, helaas met 12%, want het kan niet zo kopen. Kaliumjodine, we beginnen met de waterstofperoxide, 12% natuurlijk, zoals ik al zei, met rubberen handschoentjes aan. Moet je erin schieten, best voorzichtig. Zo. Heel voorzichtig eigenlijk. Niet best, maar heel. Tot de 5 milliliter. Oh! Zo, nou, bijna 5. Zo, nu we dit hebben, dan kan je er gewoon een beetje groene zeef in knijpen. Zo. Ik weet niet precies hoeveel, maar dat maakt ook niet heel veel uit. Een beetje zoveel. Zo. Zo. Nu gaan we 2 theelepels kaliumjodine vloeibaar maken. En dat doe je door middel van een beetje water. Zo, het is gewoon aan de kant. Oh. Zo. 2 theelepels ongeveer. Oh, dit is een half. 1. Dit is 1,5. Dit is 2. Zo. Nu hebben we een beetje water. Dat is nog minder dan 25 milliliter. Gewoon echt een heel klein beetje. Zo. Ik denk dat dat wel genoeg is. Dan ga ik het spoelen. En als het niet veel vloeibaar wil worden, zoals die blokjes daar, gebruik je gewoon de lepel. Dan ga ik zo doen. Zo, dit is wel goed genoeg. Dit mag even weg en dan giet je heel voorzichtig in een klein potje. Giet je dit erin. Nu ook een beetje. Zo. Nou. Even goed mengen. Zo. Goed roeren. Zo. Wat dan ook. Een beetje mengen. Zo. Ik denk dat dat wel genoeg is. Kom, dan gaan we lekker naar buiten met die 2 chemicaliën en dan ga ik laten zien wat het proefje is. Zo, nou, als het goed is, krijg je een leuke reactie als je dit mengt. Nog niet doen. Eerst een lepeltje eruit. Zo, goed doen. Yo, kijk hoe cool. Dit is echt super vet. Kijk hoe groot het wordt. Alle kleuren. Het ruikt lekker naar zeep. Maar dit kan groter. Dat weet ik wel zeker. Nog even kijken. Maar dit kan veel groter, man. Nou, ik heb wel een grote fles gevonden. Maar ja, er zit nog een beetje. Ja. Nou. Mama, wil je een beetje wijn? Oké. Nou, dan kruis ik het.
plezier. Dankjewel. Ja, we gaan het nu wat groter aanpakken hoor. Nou, ik heb deze wijnflesje die ongeveer vult tot het zwarte hier zo. Vul ik een ding met dit spul. Water, stof, peroxide. Even aan de kant zetten. Dat is niet voor zo nodig. Dan gaan we weer van dat kaliumiodine hierin doen. Deze weer. Ik doe 10 dikke lepels. Gewoon. Dan doen we daar wel genoeg. Dat is heel veel. Nou, oké. Okay. 3, 4. Nu heb ik wel genoeg, denk ik zo. En dan gaan we er nog dit water bij doen, allemaal denk ik. Zo. Experimenteren met Tion. En dan moet je het weer roeren. Roeren. Nou, ik denk dat dit wel goed genoeg is geroerd. Nou, gaan we nu weer naar buiten. Zo, op naar de welbekende tafel. Oh jeetje, ik weet niet of dit toch goed is hoor. Zijn we er klaar voor? Lepeltje eruit, ik in ieder geval wel. Drie, twee, één. En het gaat er ook in. Wow! Goed wat. Kijk dan! Gewoon echt. Kijk dan hoe het eruit gaat. Dames en heren. Oh, oh, oh. Oh, het gaat bijna over. Zo, kijk dan. Wauw. Dit is dan nog het kleinste overstukje van de fles. Dit is echt super vet. Ik krijg een neiging om dit in te steken. Zal ik het zien? Yo! Nou! Doei! Tot de volgende vlog! Vonden jullie dit nou een leuke video trouwens? Doe dan een like op deze video! Tot de volgende vlog! Damn!